Alle. Dan probeer je mensen ook bewuster te maken dat ze niet en een huis in Frankrijk en Nederland moeten hebben waar ze tussen pendelen, maar gewoon dat ze op één plaats blijven, dat ze niet zoveel het milieu vervuilen en zo. Dat is flauw of niet, ja. Nou ja, Het gaat jou aan het hart ook, dit soort dingen, toch? Absoluut, ja. Ik probeer zo min mogelijk het milieu te vervuilen. Ja. Ja, wat lastig is, want mijn vriend is Amerikaans. Ja, die moet dus vliegen. En die, ja. Ja. Ja, of die zit heel lang op die boot. Ja. 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 Ingewikkeld iets. Bijvoorbeeld, hij is ook half Frans. En we hebben net 4,5 maand in Frankrijk gezeten. We moesten een aantal keer terug naar Amsterdam. En we hebben bewust iedere keer de trein genomen. Nou, dat is al een begin, toch? Ja, en dat is ontzettend leuk. Kan ik iedereen zeggen. Het is nog leuk, want het is die transformatie waar we het over hebben. Het is lastig, ja. Maar het is er nog leuk ook. Ja, het is een andere denkwijze. Kijk, mensen denken, tuurlijk, het probleem is bijvoorbeeld, het is duurder om met de trein te reizen. Het is natuurlijk belachelijk. Dat slaat helemaal nergens op. Het slaat nergens op. Het duurt langer. En je kunt nog wel eens voor, soms is er vertraging, hè, of soms rijdt de trein niet. Dus daar moet je wel op voorbereid zijn. Maar het is ontzettend leuk. We zijn ook teruggereisd met Peuter, met onze zoon van 2. En die vond het ook helemaal geweldig. Dus daar hebben we een soort mini van vakantie van gemaakt. We zeiden, oké, dan gaan we in 2 dagen terug van Zuid-Frankrijk naar Amsterdam. En dan overnachten we in Lyon. Dus daar hebben we echt geld aan uitgegeven om een soort mini-vakantietje te hebben. En het was ontzettend leuk. En dat is vele malen leuker dan met een peuter op een luchthaven te staan om in een security rij te zeggen, nee, je moet hier in de rij blijven staan. Dus het kan wel, die transformatie. Je moet het gewoon proberen. Ja. Je moet gewoon kijken wat er gebeurt natuurlijk. Ja, maar een paar punten noem je nu net. We zijn erg gewend en verwend ook met snelreizen, met het vliegtuig, relatief goedkoop. En het verschuift langzaam. Een van de afleveringen gaat hier trouwens ook over, hè, van wat houdt ons tegen om vaker die trein te nemen. Mm-hmm. Maar wat je ook, een onderdeel is daar bijvoorbeeld, als je ergens naartoe wil vliegen, dan ben je je zit 5 minuten achter een computer, vliegtickets.nl, wat heb je hier, een paar van die sites, maar alle vluchten staan met prijzen en met 3 druk op de. Maar cheap tickets heb je voor ook. Cheap tickets, ik vaak op. Je hebt er meer, je hebt er verschillende. Maar in ieder geval, waar ga je naartoe voor de trein? Ja. En dat is best lastig. Ben je er al achter wat dat is? Nou ja, ik ga naar, we gingen naar de Franse site. Volgens mij is dat SNCF of zoiets. Dus de nationale spoorweg. Het is te vinden, maar het is niet makkelijk allemaal. En all-inclusive vakantie, zit het dan goed of slecht voor het milieu? Ik zou het, ik vind het niet per se heel goed voor het milieu. Want? Nee, nou ja, omdat all-inclusive vakanties, daar hangt vaak aan dat mensen ver reizen om een zongarantie te krijgen. En om daar 8 dagen, 10 dagen in het resort te blijven. Hmm. En eigenlijk het geld er maar uitgeven in het resort. Om vervolgens weer terug te vliegen ver. Dus ik ben er niet een hele grote voorstander van. Maar als film. Als film daarentegen, tragicomedie, is het geniaal. Ja, is fantastisch. Ja. Ja. Niet alle recensenten waren daar over eens. Maar het is niet een film waarvan je denkt, oh ja, daar moeten recensenten eens even kritisch naar gaan kijken. Nee, dan moet je niet je tanden inzetten. Het is gewoon een luchtige romcom. Het is dus geen romcom. Ik denk dat daar ook een beetje de mist mee in is gegaan door de communicatie naar buiten. Ja. Dat heb je dan natuurlijk, dat de pers dat er naar buiten komt, dat het een romcom is. Het is geen romcom. Ik zou het eerder onder tragicomedie laten vallen. En het is echt een ontzettend. Ik heb zoveel fantastische reacties gehad. En dat heb ik niet vaak. Heb je dat niet vaak? Nee, nou ja, dat heb ik natuurlijk wel vaker. Met jouw staat van dienst lijkt me toch dat je heel vaak mensen hebt gehad die hebben gezegd, geweldig wat je doet. Nee, Luizenmoeder was natuurlijk één grote hit. En Deep Shit, wat ik met Focaline Auerkerk heb gemaakt, was echt waanzinnig. En dan hadden we waanzinnige recensies. En dat was ook een beetje iets vreemds wat we maakten. Vreemde eet en de bijt. Maar dit is wat algemeen. Nee, dit is een hele leuke film. Ik kreeg hele leuke reacties. Oké. Ja. Ik kan er niks anders van zeggen. Nee, ik heb een stuk zitten kijken. Het is niet van jou? Ja, nee. Welk stuk heb je gekeken? Die hele relatieproblemen. Dat zwemmen naar dat vlot. Naar dat vlot, later die wedstrijd dat die gaat zwemmen tegen die gozer. Oh, mag ik niet veel weggeven? Dat mag ik allemaal niet vertellen natuurlijk allemaal. Maar goed, het is ook het genre. Misschien dat het niet mijn genre is, dat kan natuurlijk ook. Nee, maar je moet zo'n film, daar moet je niet stukjes van kijken. Die moet je gewoon in zijn geheel zien. Want anders snap je niet waar je zit te kijken. Nou ja, ik heb het echt het grootste gedeelte zitten kijken. Want ik zit er ondertussen te werken en dan zet ik gewoon zo'n film op. Ja, maar zo moet je ook niet zo'n film kijken. Je moet met volle aandacht kijken. Ik probeer alles te doen in één keer. Want ik probeer me voor te bereiden op het programma. Dus ik zit al in boeken van. Maar half voorwerken is natuurlijk ook iets. Je moet gewoon lekker gaan zitten, lekker wijntje nemen, gezellig. Lekker gaan zitten. Het is altijd zo lastig, Jennifer. Ik vind je namelijk heel aardig, maar dat vind ik eigenlijk helemaal geen zin. Dat is altijd aardig als je iemand aardig
grappig vindt. En dat je dan ook kritisch moet zijn. Dat vind ik altijd wel ingewikkeld. Alhoewel, normaal gesproken heb ik daar helemaal geen moeite mee. Schiet me nou opeens te winnen. Maar vandaag vind ik het iets lastiger op een of andere manier. Nou ja, als jij vindt dat het een goede film is, vind ik het ook. Nee, dat vind ik nog steeds niet. Maar er zijn heel veel mensen die het wel een goede film vinden. Daar gaat het om, toch? Het is een hele leuke, vermakelijke film. En ik denk echt... Ik probeer, je bent nu 42, 43? Ik ben 42. Je hebt veel mee in je leven gemaakt. Je hebt al veel dingen gedaan. Je bent al lang aan de top, zeg maar. Nou, als je dan mag renken bij alle dingen die je hebt gedaan, waar staat dit dan? Ja. Jeetje. Ik denk in mijn top 4. Echt waar? Ja. Maar dat doe je misschien wel ontzettend veel tekort aan de dingen die je al gedaan hebt. Vind je ook niet? Nee, ik meen het echt. Ja. Ik vond het echt fantastisch met ontzettend leuke acteurs. Hele leuke regisseuse waar ik dol op ben. Ik vind echt die is goed, hè? Die heeft ook Emmy gewonnen en dat soort zaken allemaal. Daarom waren de mensen misschien ook de gespannen of hoge verwachtingen natuurlijk. Dat het misschien wel was. We zijn Emmy gewonnen. Dat begreep ik ergens. Ik heb nog zitten opzoeken voor een kinderprogramma, dacht ik. Ja, het waar, wat te gek. Ja. Jeetje, nou terecht. Dat pak je er ook nog even bij. Ja, moet je kijken. Nou. Overal te bekijken, neem ik aan. In de betere... Tuurlijk, overal. Iedere bioscoop, daar kun je erheen. En als je niet eens een goede film vindt. Je hebt prachtig. Het is heerlijk om naar te kijken. Lekker zon. Lekker eten. Ja, dansen, die gozer. Mag ik ook weer niet vertellen natuurlijk. Nee, die zo gaat dansen. Ook. Nee, je mag dat mag ik wel vertellen, toch? Tuurlijk. Ja, onze zoon die danst. Ja. En zoals mijn dat zal ik ook nog vragen. Want je hebt natuurlijk zelf nog zo'n heel klein pukkie. Ja, en dit waren gewoon van die vervelende tieners. Ja, dan denk je ineens, oh jeetje, dit is, ik zit in deze leeftijd. Hoe voelde dat? Nou, het was heftig om ineens gevraagd te worden voor een rol met... maar je kunt moeder spelen van jongvolwassenen. Ja. Dat je denkt, oké. Maar dat is ook je voorland, hè? Ja. Hoe was dat? Heel leuk. Ik moet zeggen dat ik me er een beetje op ben gaan verheugen. Ik ben een beetje verliefd geworden op deze acteurs. Dat meen ik echt. Eiko, Beemsterboer en Bing van Son zijn zo ongelooflijk goed. Daar heb ik naar zitten kijken met het open mond. En dacht ik alleen maar... En het zijn ook nog eens hele leuke mensen. Dat kom je niet altijd tegen. Nee, het vak vaak niet leuke mensen. Nee. Noemen ze een paar die niet zo leuk zijn dan? Nee, er zijn er genoeg heel leuk. Ik zou zeggen 90% is hartstikke leuk. Ja? Maar je hebt 10% die wat lastiger zijn. Of wat minder gezellig op een set. Maar het zijn gewoon echt hele leuke mensen. En zeker voor die leeftijd. Dan heb je vaak nog... dan ben je toch onzeker. Toen ik 19 was... Ja. Zat ik nog een soort piepstemmetje. Nou, jullie kunnen het allemaal terugkijken. Ja, we kunnen het allemaal opzoeken. Ja, maar dat bedoel ik. Je hebt al zoveel op je naam staan. Heb ik een soort piepstem en wist ik helemaal niet wat ik met mijn lijf moest doen en zo. En ik zie en zij zijn zeker van wie ze zijn en staan waanzinnig te acteren. Dus ook voor jonge mensen is het goed om er even naar te gaan kijken naar die film. Het is voor alle leeftijden. Alle leeftijden. Leuk. Maar het is geen romcom. Ik zou het niet onder romcom laten vallen. Nee, okay. Waar zou je het onder willen laten vallen? Ik zou het graag komedie. Oké. Dat heb je dan nog wel gehoord. Verder heb ik hem niet gehoord. Heb je die film dus te kijken? Nee, ik heb die film niet gezien. Ik ben Hij is net uit. Hij is gisteravond uit. Dus dat was het heel... Dat kan je me dan niet kwalijk nemen. Had gekund. Ja. Ja, nou, sorry, een beetje co-host die bereidt zich voor. Ik ben wel één keer met het gezin in een all-inclusive geweest. Dat wel. Hoe was dat? Ja, verschrikkelijk. Met zo'n bandje om en zo ook. Het was Club Mediterranee. En we kregen helemaal zo'n bandje om. Ja. En, met die kralen ook. En ik weet dat kinderen waren nog heel klein. En ik weet dat er om de havenklap kwam er een medewerker van die instantie, zou ik maar zeggen, bij ons langs om te vertellen hoe geweldig onze kinderen zijn. Maar dat vond je niet, hoor? Maar goed, om even aan te geven, alles is in een overdrive. Hè? En op een gegeven moment zit je dan even rustig iets te eten. En dan gaat er een hele harde box. En dan moet je allemaal het zwembad in om met iemand dan mee te... Dat vonden we dus ook zo leuk in die film. Dat eigenlijk in tegen deze achtergrond, dit hysterisch vrolijke... Vrolijke achtergrond, dat daar eigenlijk een familie uit elkaar valt op de voorgrond. Nee, dat is waar. Het is tragisch. Die man die zich maar blijft volhouden dat hij door wil gaan in die relatie. Ja, maar de suggestie zou jij het opgeven? Weet ik veel. Ik zit toch niet in die relatie? Nou ja, nee, maar vond je het niet herkenbaar? Dacht je niet... Dat geldt toch voor alle relaties op een gegeven moment? Nou ja. Toch, hè? Dus u vindt het een hele herkenbare film eigenlijk? Schouder eronder, hè? Zeggen ze dan altijd, hè? Relatie is een werkwoord. Dat is zaken allemaal. Goed, bedankt. Leuk dat je er was, Jennifer. Ja, dank je wel. Ja. Allemaal een film dus, all inclusive. Geweldige film. Ja, fantastische film. Zeker, en als Wilfred het fantastisch vindt, dan zou ik zeker. Ja. Maar je moet wel betalen. Oké, tot later.